Ja, goed. Dan kunnen we overgaan tot de loting van de World Grand Prix, hè. Vier Nederlanders en twee Belgen geplaatst. Mike gaat zijn debuut maken. In vergelijking met het deelnemersveld van vorig jaar gaan we geen Adrian Lewis zien, geen Madar Sarrazma, geen Martin Lookman en geen, helaas, Kim Huibrechts. Sorry, Kim. In hun plaats, de plaats van de vier, gaan we dus drie debutanten krijgen met Woodhouse, met Rock. En met De Dekker en Van Barneveld keert ook terug. Dus als we kijken naar die namen, Woodhouse vind ik misschien dan de minste, maar Rock, De Dekker en Van Barneveld erbij, is wel leuk. Zeker, Ja, zeker. is wel leuk, hè. Zeker Rock van Barneveld zijn ja, toch wel ja, spelers waar je naar uitkijkt dat die aan de hockey komen. Nu voor ons Belgen natuurlijk leuk dat Mike erbij is. Mike is ook een beetje een vreemde eend daarin, hè. Hoort hij daar al thuis? Voor mij persoonlijk misschien nog niet. Hij heeft nog niet die allure en die major ervaring om te zeggen van oké, die moet er zeker bij zijn, maar doet het nu gewoon geweldig goed. En ja, inderdaad, Woodhouse is een beetje de verrassing, zullen we zeggen, in die line-up. Er is ondertussen ook geloot voor de World Grand Prix. Kijken we naar de Belgen om te beginnen. Mike De Dekker heeft Joe Cullen geloot. Dat was ook meteen zijn tegenstander op de World Matchplay. Enige maanden terug. En Dimitri van den Berg heeft Chris Doby geloot. Kim, wat vinden we van die loting voor onze twee Belgen? Ja, er liggen allebei wel kansen, denk ik. Joe Cullen is niet meteen de bekende speler die zijn doubles fantastisch goed raakt. Topspeler natuurlijk, maar Joe Cullen is vooral een scorend vermogend speler. Dus misschien wel kansen voor Mike. En met Chris Dobie, ja, Chris Dobie is zo'n beetje, vind ik, het hangt er ook altijd een beetje vanaf welke Chris Dobie komt opdagen, hè. Soms dan zie je fantastische wedstrijden dat je denkt van wauw. Wat is deze jongen allemaal aan het doen? Maar soms zie je ook wel wedstrijden dat je denkt van oké, is hij dan die Premier League topper? Dus er liggen kansen, maar het hangt er vanaf welke Dobie opdaagt. Ja, Ja, goed. En... de Belgen kunnen elkaar eventueel in de kwartfinale treffen, De Dekker en Van den Berg. Zie je ze daar ook allebei komen? Of allebei niet? Als ik me goed herinner, zag ik Dimitri in het bracket staan met Michael. Hè? Ja, Laat dat hier gaan we weer. Hier gaan we nu weer. net zijn angstgegner zijn. Dus... Ja, Michael is daar toch altijd wel de torenhoge favoriet om door te breken. Ik weet niet, Mike, tegen wie die moest als die zou winnen. Tegen Clayton of Ross Smith moet hij dan. Ja. Ja, er liggen misschien ook wel kansen, hè? Clayton niet in de topvorm. Ross Smith is een beetje een soortgelijke speler als Doby. Hangt er een beetje vanaf welke Ross Smith opkomt dagen. Het is de beste 180-hitter van vorig seizoen, als ik me niet vergis. Maar ja, goed, de World Grand Prix is een toernooi dat vooral draait om de dubbels, hè. Ja, inderdaad. Ja, het Klopt. is een belangrijk toernooi ook voor Clayton, want hij heeft natuurlijk zijn prijzengeld al 2 jaar geleden te verdedigen. Toen won hij het toernooi, dus hij kan wel flink gaan dalen als hij geen goed resultaat bereikt. Ja, ook die druk speelt mee natuurlijk, speelt ook parten. Maar als we dan uitgaan van Clayton zijn kracht, als stel dat hij in een topvorm zit, heeft hij ook wel een goed bracket natuurlijk. Met Ross Smith, met Cullen en met Mike. Dan zitten toch ook niet de namen die in de topvorm zitten. Dus ja, kansen voor alle vier eigenlijk om door te gaan naar de kwartfinale. Ja, Ja. de loting voor de Nederlanders, daar heb je denk ik wat mixed feelings bij. Van Duivenbode tegen Dolan, dat is een goede loting. Van Barneveld tegen Schinder lijkt me ook wel een 50-50 match. En maar dan, ja, Van Gerwen tegen Rock en Price tegen Noppert. Van Gerwen en Noppert hebben het niet getroffen met een loting. Nee, inderdaad. Die hebben inderdaad flink aardig geloot, inderdaad. Ja, dat vind ik wel mooi, dat je dan dat er maar 8 geseed zijn, waardoor Noppert nu dus tegen Price uit kan komen. Ja, dat wordt denk ik wel een close wedstrijd. Want ik denk dat Noppert hem echt wel kan winnen, omdat het is zo'n kort format. Dus ik wil niet zeggen 50-50, maar ik denk dat het wel redelijk dicht bij elkaar zal zitten. Price laat zich wel eens verrassen in dit soort Ja. momenten, dus dat zie ik nu ook zomaar gebeuren. En Rock tegen Van Gerwen, dat is ook wel een aardig potje natuurlijk op papier. Maar ja, Dat Rock is heeft een tot nu leuke. toe... Ja, maar hij heeft tot nu toe ook nog niet echt veel laten zien op de majors dit jaar. UK Open ging hij voor mij zijn eerste wedstrijd eruit. World Matchplay, eerste ronde eruit. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Van Gerwen die wel gewoon gaat winnen. Als je nu een eindwinnaar voor de World Grand Prix moet selecteren, wie gaat het halen? Michael van Gerwen. Toch opnieuw, MVG? Ja, voor mij is het toch altijd wel de favoriet om een toernooi te winnen. Als elke keer als ze mij de vraag stellen wie gaat er winnen,
Dat is altijd de eerste naam die in mijn hoofd springt. Oké. Damien, jij? Oeh, ja, ik heb in principe wat Kim zegt, dat is ook altijd wel mijn redenering. Dat als je een favoriet moet noemen, is Mike Trey. Maar ik vind het een beetje saai om hetzelfde te zeggen. Dan denk ik dat ik van Joe Cullen, dat we die wel, dat we daar wel wat van kunnen verwachten, denk ik. Wow, oké, Joe Cullen. En Ik jij? zal Mike graag horen. Ja, Ik volgens mij. zal een verrassende take ook doen en ik ga zeggen Luke Humphries. Ik dacht dat je ging zeggen Luke Woodhouse. Ja, dat zou. Nee, want dan zou ik eerder ook Dave Chisnell als eindwinnaar van de World Grand Prix willen stellen. Ja. Toch wel vreemd, hè. Die mannen zijn in de vorm van hun leven. En ja, nu zeg jij, ik ga voor een verrassing. Luke Humphries. Ja, dat Ja, zou eigenlijk oké. geen verrassing zijn, hè. Nee, dat klopt wel. Dat klopt. Oké, ik zeg Dave Chisnell. Ik zeg Brandon Dolan. Ja, de history maker, hè, heeft mooie connecties met de World Grand Prix.